Het parlement buigt zich al weken over de begrotingsbehandeling en we zien dat het nu gaat richting de afrondende fase. Aan VHP-parlementariër Riyad Noor Mohammed vroegen wij wat zijn stemmotivering zal zijn en of hij dat ook kan beargumenteren. U hoort VHP-parlementariër Riyad Noor Mohammed. Wij hebben ons werk als parlement binnen de beperkte minuten kunnen doen. Dat stelt eigenlijk niets voor om 17 begrotingen, plus een regeringsbeleid, plus een financieel beleid, rapport, in 30 minuten te behandelen. Dat is onmogelijk. De regering, de ministers hebben op de meeste vragen antwoord gegeven waar ze konden. Hebben zij antwoord gegeven, dat is vrij goed verlopen. En dus zullen we inderdaad een besluit nemen over of deze begroting goedgekeurd wordt of niet goedgekeurd wordt. Ik heb altijd een standpunt gehad dat vanaf het aantreden van deze regering, de regering met mooie plannen komt, mooie begrotingen, maar er zijn een aantal gronden. Eén is de verantwoording voor de uitgaves wordt nooit gedaan. En daarmee bedoel ik, laat me het even duidelijk zeggen, want de minister van Financiën brengt zijn financieel verslag uit, maar per ministerie worden de uitgaven gedaan waarover ministeries geen antwoord geven. En geen onderbouwing geven, ook niet in de begroting. En dat zijn voor mij aanleidingen voor corruptie. Je weet, wij hebben ons een standpunt gesteld, zeker ik van de VHP-fractie, dat zolang de corruptieschandalen niet onderzocht worden, zolang er geen 1% belandt in de staatskas, de begrotingen voor mij onbetrouwbaar zijn. Dat heeft de regering gebleken. 4 jaar lang zand erover, het interesseert ze niet. De corruptie gaat gewoon door. En dat gaat bij mij niet door de keel. Ik ga niet kunnen meewerken aan zo'n begroting. Een tweede argument is dat de stukken die opgevraagd worden, waar nodig worden de stukken gestuurd, maar er is nog heel veel dat onbeantwoord blijft. Een derde zaak is dat we een politiek probleem hebben. Tenminste, dat is mijn mening. We hebben een probleem voor mij om nog te kijken hoe ik met respect, met ethiek, met welke norm en waarde moet ik kijken naar de regering. U moet weten dat afgelopen jaren bij de regering in Boutersen 66 ministers zijn verwisseld. Als ik vandaag praat, weet ik niet wat morgen met die minister gebeurt. Ik kan niet bouwen op deze ministers, hoe goed ze ook zijn. U moet weten dat de ministers, de 66 ministers die ontheven of ontslagen zijn, niet ministers met een half hoofd zijn. Het zijn mensen met verstand, met een heel hoofd. Maar ze worden van de een op de andere weggehaald. Dat is het ethisch vraagstuk dat ik nu heb met de regering die daar zit. Je hebt andere ministers die zitten te appen naar VHP'ers. Kom overlopen. Dat is de situatie. Dus je moet mij ook begrijpen dat met het derde argument, ik kan geen waarde meer hechten aan wie daar staat, wie daar wat zegt, antwoord geeft op de vraag, hoe leuk de ministers ook zijn. Maar dat is een ernstige situatie. En het lijkt normaal voor mensen in het parlement, maar niet voor mij. Niet voor meneer Noor Mohammed. Men gaat door met vergaderen. Nieuwe ministers die accepteren ook dat ze nieuw zijn. En het liedje gaat door. Maar niet voor mij. Stelt u voor dat er een bedrijf is waarom elke 3 maanden iemand ontheven wordt. Hoe zullen de werknemers kijken naar het bedrijf? Stelt u voor dat ik een docent in een klas om de 5 maanden verwisseld wordt. Wat gaan de leerlingen denken? Die gaan twijfelen aan het onderwijs. Die gaan twijfelen aan het bedrijf. Zo twijfel ik compleet aan de regering. Ja? En een vierde argument is net wat ik zei, nee, dat heb ik al gezegd, het eerste punt, dat wij niet in staat zijn in de beperkte tijd een begroting goed te behandelen. En hoe realistisch zal het zijn, want sowieso zal dit aangenomen worden. En hoe realistisch ziet u dat de zaken die opgesomd zijn, dat dat daadwerkelijk uitgevoerd zal worden? Kijk, wij hebben als eerste, of zeker ik heb in de eerste ronde van de begroting aangegeven mijn standpunt, en dat is denk ik ook het standpunt van de VHP-fractie en ook andere parlementariërs, dat deze begroting onrealistisch is, niet uitvoerbaar is. Je kan niet een begroting 4 jaar lang plotseling in jaar 5 verdubbelen of verdrievoudigen.
terwijl je vorige begrotingen niet eens goed hebt kunnen uitvoeren. Mensen klagen, er zijn zoveel problemen op het veld. Ja? Dus die begroting is onmogelijk, is onrealistisch. Dat is één reden waarom, of de belangrijkste reden waarom de begroting gecorrigeerd en gewijzigd moet worden, maar de regering vertikt het om te doen. Het tweede argument waarom die begroting onmiddellijk afgekeurd moet worden, is dat men doorgaat met leningen nemen. En u gaat het zien, men gaat door met leningen nemen. Ja, er zijn leningen opgebracht die niet eens goedgekeurd zijn door het parlement in de begroting. Bijvoorbeeld Dalian 5 is opgebracht, maar er is geen machtigingswet in het parlement. Heel veel is illegaal. Dus, en een derde ding is dat de regering niet in staat is. De regering Bouterse is niet in staat geweest 10 jaar lang de armoede, het armoedevraagstuk op te lossen. Elke dag armoede, armoede in wijken. Onderwijs, gezondheidszorg is een puinhoop. Ambtenaren is een puinhoop. En er wordt alleen maar show gemaakt op tv. Via alle mediaprogramma's wordt er allemaal politieke show gemaakt. Ja, ik zag een programma van de overheid waarbij politieke mensen geïnterviewd worden. Toch? Staatsgeld wordt verkeerd besteed. Overheidsmiddelen worden verkeerd besteed. Er is corruptie op alle fronten. Meneer Ganees, ik kan geen respect hebben. En dat is het voorbeeld dat jongeren ook moeten volgen. Wij moeten niet accepteren dat 66 ministers vervangen worden. Ja, het zijn geen ministers met een half hoofd. Dat betekent er is wat structureel mis. Er is sprake waarschijnlijk van dictatuur. Er is sprake van macht. Andere mensen beslissen het. Ja, en dit zijn dus de 4 argumenten. Het vierde argument is, ik heb gepresenteerd in de begroting eerste ronde, dat de situatie van het land erger zal worden na 2020. Ik heb gewezen hoe de economie verder gaat vallen door het mentaliteit van de regering, het leningengedrag en door de grote staatsschuld. En u weet dat daarop de vicepresident heeft beantwoord, of de regering, laat me zo zeggen, ja, maar we hebben 200 miljard in de bodem. Maar daar kom ik straks op terug. Maar is de begroting een weerspiegeling van de huidige situatie in het land? Hoe bedoelt u? Is op economisch gebied, hoe het nu ook gaat met het land, ziet u dat de regering in de begrotingen toch wel projecten heeft opgenomen dat zal wijzen qua richting ontwikkeling? Er zijn initiatieven, er zijn leuke initiatieven, woningbouw, onderwijsaanpak, bouw van ziekenhuis, bouw van studentenflat. Er worden alleen maar 5-sterren hotels gebouwd. De regering denkt niet over 5 jaar, over 10 jaar. En we gaan zien dat wat ik zeg uit gaat komen. Op dit moment staat er een 10-sterren hotel aan de Leesweg, leeg. Dat is de consequentie van het beleid. En waarom staat die leeg? Er is geen probleem om leningen te nemen om iets te doen. Maar leningen nemen meer dan het vermogen dat je hebt, dat gaat op termijn bewijzen dat de economie instort. En we zien het al. Prijzen gaan omhoog. De armoede wordt groter. Mensen klagen. Alle soort schietincidenten, alle soort roofovervallen. U ziet het zelf wat er gebeurt. Dus als die leningen van de regering zo geweldig waren dat we Dubai zouden worden, dan heeft men het volk misleid. Want de armoede gaat alleen maar groter worden. Weet je, mensen denken van de regering dat als we meer leningen nemen, dat het beter gaat gaan. Nee, dat is niet het recept. Je moet weten waarvoor je het neemt en je moet weten of je dat ook kan aflossen. En de vraag is, gaat je armoede wel afnemen? Omdat men te veel leningen heeft genomen, meer dan wat men verdient, gaan we altijd arm blijven met het beleid van deze regering. Terwijl als u dat halveert, dan zouden wij wel succes kunnen hebben. Daarom heb ik altijd gezegd, de helft van de leningen moeten onmiddellijk gestopt worden. En betaalt het volk de leningen reeds al? Het volk betaalt duidelijk de leningen. Eén manier is, u ziet hoeveel kader wegtrekt. Een tweede zicht is, u ziet, de regering deelt massaal pakketten uit, aardappel, toiletpapier, uien. Het volk kan het niet zelf kopen, dus grote armoede. U ziet dat in verschillende woonwijken, op scholen, roofovervallen weer toenemen. De criminelen, is niet dat ze criminelen zijn, ze hebben geen eten, ze hebben geen werk. Er is totaal geen werkgelegenheid gecreëerd. Dus de armoede is enorm groot. Ja? Als het goed zou gaan,
ja, dan zouden dit soort dingen niet aan de orde zijn. Ja? En zo ziet u het misleidende van het beleid en de realiteit. En we begrijpen, heer Noor Mohammed, dat u een initiatiefwet hebt ingediend dat in feite de ondernemers ten goede moet komen? Inderdaad, ik heb vandaag een initiatiefwetsvoorstel ingediend samen met de PTV en wat ondernemers die inderdaad hun klacht hebben gebracht. En met bewijzen zijn gekomen van brieven, maar ik heb ook zelf ervaren. Dat is eigenlijk, het kwam goed uit. Dat gaat om wijziging van de omzetbelasting, de wet van 1997. Ik denk dat het goed was, is om twee artikelen te wijzigen uit de wet. En het komt erop neer, de argumenten of de aanleiding om die initiatiefwet in te dienen is dat met deze wijziging er meer rechtvaardigheid komt, meer transparantie, meer eerlijkheid. Wetten zijn altijd goed, maar als je ze kan verbeteren is het beter. En waar het om gaat is dat bij de indienen van de belasting dat een ondernemer inderdaad al zijn stukken moet inleveren, maar het kan zijn dat de belastingdienst zegt, oké, nee, je hebt te veel betaald, je krijgt een beetje terug, of je hebt te weinig betaald, je moet meer betalen. En dat is de issue. We hebben voorgesteld dat wanneer de belastingdienst dat voorstel doet, dat zij dat ook onderbouwd stuurt. Nu krijg je gewoon een getal. So you have to accept it or not. Je moet het accepteren of niet. Dus ofwel ben je blij omdat je geld terugkrijgt, maar ja, dan weet ik niet of de belastingdienst opgelegd wordt en dus de staat. Of je moet terugbetalen en dan, dan is het leuk voor de staat, maar dan kan het zijn dat je die ondernemer oplegt. En ondernemers zijn belangrijk voor werkgelegenheid, zijn belangrijk voor productiviteit. Nou, ik ga je zeggen, meneer Ganes, ik heb ook een aanslag gehad. Tienduizenden SRD. Van waar dat komt weet ik niet, want ik heb geen bedrijf. Ik lever geen aardappelen en uien voor de regering. Dus ik had twee opties. Ofwel dik ik mijn eigen graf en ik ga erin. Of ik zeg nee, laat mij in beroep gaan. En precies daarom is die initiatiefwet gemaakt. De Belastingdienst wordt verplicht om de onderbouwing te geven. Daardoor krijg je transparantie. En om te voorkomen dat een ondernemer of de staat opgelicht wordt of benadeeld wordt met SRD, is die wet ook rechtvaardig. Het brengt recht bij de ondernemer, maar het brengt ook recht bij de staat. Een derde ding is dat het termijn voor naheffing verkort is, omdat nu in de wet een termijn van 10 jaar is. Nou, ik denk dat het termijn te lang is, omdat als de koers omhoog is, dan leidt de staat verlies. Dus 10 jaar is gewoon te lang. Het termijn is teruggebracht, ik heb voorgesteld 3 tot 5 jaar. Omdat de Belastingdienst moet ervoor zorgen dat ze beter equipped zijn. Een bedrijf moet ervoor zorgen en de Belastingdienst dat ze binnen een jaar een financieel verslag moeten kunnen afsluiten en moeten kunnen afhandelen. Dat moeten we leren in dit land. Je kan niet 5 jaar wachten, dat is te lang. De staat heeft geld nodig elk jaar, want de minister van Financiën moet uitgaven doen. Hij kan niet wachten over 5 jaar voor een naheffing. Dus dat is verkort. En een derde belangrijke zaak is dat de communicatie voor tussen de Belastingdienst en de indiener ook geregeld wordt nu. Zijnde dat je moet kunnen communiceren met iemand van de Belastingdienst. Als je een brief stuurt, krijg je nooit antwoord. Dat mag niet in een rechtsstaat, in een democratie. Dat mag gewoon niet. Dus er zijn 3 argumenten die aanleiding zijn geweest om de initiatiefwet in te dienen voor de ondernemers.